Maar in dit geval moeten we toch constateren dat de Russen op vrij stomzinnige wijze zichzelf afhankelijk hebben gemaakt, notabene voor hun defensieve apparaat, van westerse technologie. In casu chips. Dat is toch surf? Het verhoorst hem, kunt u mij horen? Nou ja, kijk, de effectiviteit van het Oekraïnse leger is natuurlijk gebaseerd op een reeks van factoren. Uh, ik denk dat je, zeker, laten we dan met die wapens maar even beginnen. Ja, ze krijgen natuurlijk het modernste wapentuig aangeleverd waarover het westen beschikt. Al begreep ik dat geleidelijk aan ook daar de, de, de bodem van de kisten wel zichtbaar begint te worden. Je weet dat de ammunitie altijd in hele mooie kisten verpakt wordt, hè? Flight cases. Hartstikke mooie kisten. Je zegt nou, kist? Die zijn heel duur. Ook dat nog. Ja, Moet ja. je denken wat die dingen kosten. Dat is natuurlijk, ze worden Krijgen we niet, laten we zeggen. van die raketartillerie. waarmee ze eventueel ook grotere Russische steden zouden kunnen bereiken. Dat dan weer niet. Maar toch blijken ze die wapens. heel effectief te kunnen gebruiken. Dat is punt één. En ik denk ook dat. het blijkt dat ze heel creatief oorlog voeren. Het was natuurlijk een meesterzet om. om alsmaar te hebben over dat. Uh, offensief in het zuiden en zo. wat overigens wel ook ondernomen is. maar wat de Russen daartoe aanleiding heeft gegeven. om. Hun defensieve posities in het noorden te verzwakken, om die troepen dan ten zuiden in te zetten. Nou ja, en tenslotte hebben ze natuurlijk ook weer geholpen door, neem ik aan, eh, gedetailleerde informatie van, van de Amerikanen over het hoe en wat op de grond. Niet waar, satellietinformatie of ook andere vormen van informatie, dat wordt je natuurlijk ook niet verteld. Misschien hebben ze Targi gebeld, ik heb geen idee. Maar goed, eh, ja, dat is. Op basis daarvan zijn ze in het noorden een offensief begonnen. Wat, uh, ja, het is heel duidelijk dat de tegenstander totaal verrast was. En grotendeels begreep ik uit de berichten gewoon op de loop gegaan was. Ja. En, nou ja, dat, dat echt op vrij spectaculaire wijze in een week het gebied was veroverd waarover de Russen, niet waar, in de afgelopen maanden, maandenlang uh, zeer intensief hebben moeten vechten. Dus ja, dat is een meesterzet zonder meer. Ja, ken je dat HIMARS systeem? zeg je dat wat? Nou ja, dat zijn, dat is een soort raketartillerie. Ja, die dus zelf zijn doel kan vinden. Ja, ik neem aan dat toch wel, dat die, dat die als die het zelf gaat vinden, dat er wel eh, coördinaten enzovoort ingetypt moeten zijn. Of hoe die dingen ook eh, worden aangestuurd, dat, dat durf ik je absoluut niet te vertellen. Maar het is effectief materiaal en bovendien werkt het over forse afstanden. Ja. Waardoor ze al die munitiedepots van de Russen en commandocentra eh, ook over langere afstanden kunnen, kunnen uitschakelen. En veel sneller, want ik begreep dat Overigens ze. Overigens kunnen de Russen natuurlijk die hebben, veel minder precieze wapens hebben, die, maar ja, daar schieten ze wel de infrastructuur van de Oekraïne mee aan, ja. Flaarde, over ja. grote afstanden. Ja, de Russen hebben domme wapens, wordt ook wel gezegd. Ja, maar daar kun je ook heel veel mee kapotmaken. Ja maar dat HIMARS-systeem wat van de Amerikanen dus is, ja. dat kan dus uh, volgens mij waar, waar de Russen twee dagen voor nodig hebben, kan in volgens mij zes of zeven van die, van die dingen af te vuren kan dat al gefixt zijn. Ik geloof het graag. Het is ook duur spul, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. ja, ja. Sowieso zelfs die dingen waarmee ze op die tanks schieten, die, dat is de, loopt behoorlijk in de prijzen. Ja, maar het, het grappige vind ik wel dat de Russen dus nu schijnbaar, want ze hebben, hebben natuurlijk ook chips nodig voor in die dingen. Uh, ja, die dingen. Nu zitten met chiptekort. Ja, en die kunnen natuurlijk in het, dat komt veel al uit het Westen. China durft het volgens mij niet aan de Russen te leveren omdat ze bang zijn hoe de Westen daar dan op reageert. Maar dan moet ik zeggen dat, kijk, wij eh, worden natuurlijk nu uitgelachen soms door Poetin, omdat we ons afhankelijk hebben gemaakt van Russische gasleveranties. Maar in dit geval moeten we toch constateren dat de Russen op vrij stomzinnige wijze zichzelf afhankelijk hebben gemaakt, benen voor hun defensieve apparaat, van westerse technologie, in casu chips. Ja. Dat is toch surf. Ja. Maar ze halen dus nu al de chips uit koelkasten om maar chips te hebben om in die wapens te gebruiken. Ja, het moeten wel hele rare wapens zijn als ze uit de ijskasten worden gestuurd natuurlijk. Ja, maar Ursula van der Leyen had dat schijnbaar ook gezegd. Van, die vond dat ontzettend. Die jubelde daar bijna om. En die zegt van dit is goed nieuws als ze zelfs al de koelkasten moeten gaan. Uh... Ja, het is goed nieuws. Nou ja, te vergeleken met het feit dat wij ons totaal afhankelijk hadden gemaakt van het Russische gras. Je ziet dat zij even stom zijn op dezelfde manier. En nou ja, dat je, dat je op. op ten aanzien van essentiële, ja, enorm moet oppassen dat je jezelf niet afhankelijk maakt van leveranciers die in principe in bepaalde situaties niet te vertrouwen zijn. Ja, heel vervelend eigenlijk. Ja, jij zei net ook dat de bodem van de kisten, de wapendepots, dat dat zichtbaar wordt. Volgens mij zijn Amerikanen ook van Amerikaanse defensieambtenaar, van we, we hebben een, ons, uh, onze voorraad is ongemakkelijk laag. Ja, dus dat betekent dat, die, dat ze goed aan uh, de productie flink opgevoerd moet worden. Ja. Het ja, kan ook een veiligheidsrisico natuurlijk zijn. Hè? Nou, ik zou nou niet 1, 2, 3, de kans dat Mexico-Amerika aanvalt lijkt me niet groot. En dat, waar, waar zouden elders zeer omvangrijke conflicten moeten uitbreken, waarbij de Amerikanen dan grote hoeveelheden ammunitie nodig zouden hebben, dat zou ik niet eens 1, 2, 3 weten. Hm, nee. hier, hier gebeurt er wel iets nuttigs mee natuurlijk. Ja. Namelijk dat de Oekraïne in staat is om zich slagvaardig tegen die Russen te verdedigen. Ja. Maar laten we ze ook laten we zo complimenteren met de creatieve manier waarop ze oorlog voeren. Waarbij ze kennelijk toch ook veel aan, aan lokale uh, commandanten overlaten. Waarbij het initiatief kennelijk aanzienlijk is lokaal. Uh, waarbij ze allerlei onverwachte dingen doen. Uh, ja, ze laten zien uh, dat ze wel oorlog kunnen voeren. Ja. Al, al wordt je natuurlijk als je de. Als je wat stappen verder denkt, en goed, vroeg of laat zal het toch onderhandeld moeten worden. En het probleem is dat Rusland natuurlijk eh, blijft liggen waar het ligt. Eh, dus Rusland kan eventueel tot vredesonderhandelingen gedwongen worden. door militaire successen van de Oekraïners. Dat zou kunnen, en dan kunnen ze wellicht zelfs in een onvoordelige positie. tot akkoorden moeten komen. Maar ja, wie, wie garandeert ons dat ze over vijf jaar niet gewoon overnieuw beginnen? He? Ze vullen de voorraden aan, ze kijken eens waar ze de spullen vandaan kunnen krijgen. En je begint over vijf jaar weer met intimidatie, dreigementen enzovoort. En je denkt, oh god, daar hebben ze weer. Dat is het toch het probleem. Rusland is waar het is en Rusland is een klote land. Altijd geweest, dat moet je er even bij zeggen. Fijn in de Tweede Wereldoorlog toen ze voor ons de Duitsers verslagen hebben, maar het is en blijft een klote land. Wat gelukkig niet in staat is tot een min of meer normaal burgerlijk bestuur. Omdat het elke keer weer misgaat ja. in Rusland. Elke keer gaat het weer mis. Mm. He. Poetin is ook keurig democratisch begonnen, schijnbaar pro-Westers. En kijk eens wat er gebeurd is. In 20 jaar, in ruim 20 jaar, is het een gruwelijke, moordzuchtige politiestaat ja. geworden. Als dat niet was gebeurd. Dan was, dan was er überhaupt helemaal geen oorlog gevoerd tegen de Oekraïne. Nee. En opvallend is ook al die mensen die omgelegd worden hè, in Rusland. Ja, dat is helemaal wonderlijk. Al die leiden die uit het raam vallen en ja, van hun motorboot afvallen. En, ik, ik weet daar maar niet wat voor treurigheid. Ja. Nou ja goed, we wisten dat het een moordzuchtig regime was. Ja. Er was ook een hoofdredacteur van een krant. Die had dus ook geschreven over een van die mensen die om het leven was gekomen op zee. En toen zei hij van, uh, normaal is een woeste zee... en uh, dan is het inderdaad heel normaal dat je daar om het leven komt... als je in dat water terecht komt. Maar nu was het gewoon zomersweer weer en stil water. En zelfs die hoofdredacteur die is dus om het leven gekomen... omdat hij dit heeft opgetekend. Het is, ja... Nou, het, is het, ja het zijn er te veel om echt volkomen toeval te zijn. Natuurlijk. Precies. Nog even één interessant feit. Aanvallen kost meer munitie dan verdedigen. Dat geloof ik graag. Zo is aanvallen kost veel meer manschappen... Verdedigen is, is sowieso meestal de verreweg de beste strategie. Verdedigen kost, kost je minder moeite, ja. Ja, kun je heel goed organiseren van tevoren bovendien. Je kunt in verschillende lagen het verdedigingssysteem opbouwen. Als het eerste systeem doorbroken wordt, heb je een tweede, tweede systeem daarachter. Zonder meer, waarbij aanvallen, effectief aanvallen, dat... dat dat is lastig. Ja. Het en... beste is dat je de mensen verrast met de wijze waarop je aanvalt. Nou ja, nu in de Oekraïne dus. Ja. Je moet ook over de volle uh, breedte moet je vuurkracht gebruiken als je aanvalt. Dus dat kost ook meer munitie. En mensen waarschijnlijk. En mensen inderdaad. Ja. Dus. Uh... Um, Russen hopen heel erg op een winter. Hè? Jij zei dan een tijdje terug al van die hopen echt eventjes een pauze. zodat we alles weer kunnen aanvullen. Dat zal een rol spelen. Het zal voorbij. Beide... Ja, de verwachting is. Dat, het, dat, het, dat, dat dit, laten we zeggen, de laatste forse bewegingen zijn voordat de winter start. Dan weet ik niet precies wanneer die winter daar start, maar dat zal toch ergens in oktober, begin november zijn, neem ik aan. Ja. Ja. En dan zijn bewegingen niet meer zo, zo logisch of niet zo ja, makkelijk. Wel, ook de Tweede Wereldoorlog bepaald niet stilgezet is tijdens, tijdens de Winter. Zie je, auto, die eh, komen forse hoeveelheden hoeveel er water heb ja, ik, ik zit even mijn sleuteltje te zoeken om het dicht te doen, maar ik weet even niet wat sleuteltje is omdat het hier links regent, het in. Ja, ik, en hier ook trouwens. Maar het is zelf in... ook wel weer lollig dat wij in een studio zitten waar het flink in regent. Ja. Ik, ik weet dus niet waar ik de autosleutel neer heb gedaan. Ja, die, die moet hier. Uh, nee, er is een batterij die hier ligt. Nou ja, ik, uh, vanzelf kom ik hem wel tegen. Het zal wel er ergens liggen. Ja, straks kun je hem wegduwen. Ja, dan moet ik de reservesleutel gaan halen. En er doet nog één raket van de Russen, de, de Iskander raket. Of de Iskander, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Heb je, heb je die wel eens gezien? Dat is, nee. Oké, okay, dat is dus een van de geavanceerde die uh, Rusland heeft. Volgens mij 250 maken ze dat per jaar. Ze hebben er nu al 100 gebruikt. Die is iets geavanceerder, want die kun je dus in de lucht kun je die wel besturen op afstand. Oh, nou ja, dat is al heel wat. Natuurlijk. Ja. Maar ik dacht dat elke elke koosmissel in, in in principe in de lucht nog bestuurd kan worden. Hij hm. moet wel geprogrammeerd worden, maar daar is wel iets te doen aan ja. iets aan te doen. Ja. Ja. Ja, nou, ik, um... maar op zichzelf is het natuurlijk dat ja, dat is eh, tragisch voor de Oekraïners, maar het is natuurlijk heel interessant dat er weer eens een echte oorlog gevoerd wordt, omdat ja, dan dus blijkt dat sommige wapens heel effectief zijn, dat nog weer eens blijkt niet waar dat je, dat, dat van die volkomen versteende militaire organisaties zoals in Rusland dat die er liever van terechtbrengen. Eh, dat de tank toch een heel problematisch wapen geworden is. Eh, ja, dat is allemaal. Strekt in objectieve zin. En, en ten aanzien van de eh, militaire geschiedschrijving is het hoogst interessant ja. allemaal. En je moet toch ook wel de conclusie trekken dat wij superieur zijn als je naar onze wapens kijkt, van het Westen dan, ten opzichte van de Russen. Ja, wat bestond daar enige twijfel over? Nee, nee. Maar goed, je kunt misschien denken het is een groot land. Ze hebben veel mensen. ze kunnen... hebben zelfs nooit in hun hele. Je, je blijft <laughs> droog, hè, toch? Of niet? Ja, ik, ik zoek even door. Vertel gewoon. De Russen gehoor. hebben in, in hun hele leven. Een, een, ik geloof dat hun straaljagers, dat dat toch wel wat was. Maar denk de oh, aan het feit dat de Russen nooit erin geslaagd zijn om zelf een effectieve auto te bouwen. Nee. nee. He, ze ko kochten altijd een complete autofabriek in het westen. Ja. Zo. Ja, het is, ja dat is hem, ja. ja. Sleuteltje gevonden, dat is mooi. Hartstikke goed. Even kijken naar nou wat vragen dan tot slot. Frans Hubbers, die wil eigenlijk uh, uh, het boekje wat jij schrijft nu. De beschouwing van uh, de eerste twintig uh, jaar van deze eeuw. van de Nederlandse politiek betreft. of je dat een keer zou willen bespreken. Nou, het interessante voor Frans is. dat, het, uh, dat Nederland in het boekje niet voorkomt. Het gaat over de. Zeggen, het gaat over de grote spelers op het wereldtoneel. Oké. Okay. Dus. Uh, het begint weliswaar nog wel met Margaret Thatcher, maar dan is het veel Verenigde Staten. Irak. Eh, Rusland, eh, opkomst van China, hoe ze dat gedaan hebben. Dat, dat is eigenlijk de hoofdmoot. Irak natuurlijk, de wonderlijke 9-11, wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. En de idiote reactie van de Amerikanen op 9-11. Ja, is nu nog zo'n gast in Amerika? Met in Een van die brieven die jij me nog toestuurde, was was zelf een lollige vraag van. Nou ja, ze hebben, dus, hebben de Oekraïne aangevallen en die worden getroffen door een enorm sanctiepakket en internationale afkeur en, een ke en en geïsoleerd en gaan ze maar door. Maar toen de Amerikanen eigenlijk op grond van een reeks van, van evidente, blatante leugens Irak binnen zijn gevallen met, met verschrikkelijke gevolgen, eh, ja, was er geen sprake. En zie je het verschil tussen Rusland en... En de Verenigde Staten. Ja. De Verenigde Staten zijn natuurlijk toch in allerlei opzichten zijn nummer één in de wereld. Ja. Maar het was een schandelijke vertoning zonder meer. Hmm. Die overigens uh, kapitaal mislukt is op een hele pijnlijke manier. Ja. Toch zo'n man op, opgepakt nu, hè, die uh, nog een aanslag op Bush wilde plegen vanwege Irak. Oh, ja, de, de, je hebt dat idiote verhaal. Er is zo'n zo wasse beeldenkabinet ook in Manhattan ergens. En daar stond ook de, de Bush Junior, die stond daar ook als wasbeeld. En die, die, die werd voortdurend geslagen door bezoekers. Oh ja. ja Dus dat beeld moest elke week grondig gerepareerd worden. En dan sloegen ze hem weer tegen zijn kop. <laughs> dat is wat geest natuurlijk. Omdat ze hem zo stom vonden. Nou ja, van wat om, om, zijn, om zijn beleid natuurlijk. Ja, ja. ja die, 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 die oorlog tegen Irak, die was van. Uh, dat is, dat is gewoon idioot geweest. Dat ook, want je weet hoe dat in Europa is gegaan. Dat een deel van de Europeanen die stonden pal achter natuurlijk de Amerikanen. In en, het en bijzonder Tony Blair natuurlijk in Engeland. Ja, ze hadden zichzelf wijsgemaakt dat zij eigenlijk niks te betekenen hadden in de wereld zonder dat zij zogenaamd de belangrijkste bondgenoot van Amerika waren. Wat ze natuurlijk helemaal niet. Kon de Amerikanen feitelijk niet zo te veel schelen volgens mij. Hoewel in dit geval de steun welkom was. Maar ja, de Duitsers en de Fransen zeiden: van ja, zeg, wat, dit is, wat is dit voor klauwekul? Er klopt niets van, er zijn helemaal geen massavernietigingswapens, wat is dit voor onzin? En nou ja, die, ik herinner mij nog de NRC... die de Fransen en, en de Duitsers ernstig kapittelde. Dat was geen manier om, om zo de westerse zaken in de steek te laten. En. en dat zou ze nog duur te staan komen dat ze de Amerikanen in de steek hadden gelaten op dit, niet waar dit moment. Eh. Nee, ze hadden groot gelijk. Het was ook veel nuttiger om in die tijd om naar de Belgische tv te kijken. Want België liet, liet zijn, zijn standpunt hangen naar het Franse standpunt. Die kozen voor het Franse, dat kritische standpunt. Dus als je naar de Belgische tv kijkt, zag het er totaal anders uit. Eh, ook die, 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 die wapencontroles en zo, dat werd in, in de Belgische tv, werd dat haar fijn en volkomen correct uitgelegd. Terwijl bij ons, ja, Decemde dat toch ook wel een sterke propaganda-achtige toon. Ja. Dan een correctie over het eigen risico. Dat is niet 340 of 350, maar het is al jaren 385 euro. Zo, kijk, zie je aan. Jo, nou ja, dat scheelt dus een paar tientjes. Als ja, het dat zegt HJ en uh, dat gaat natuurlijk over. Uh, nou, die premie gaat nu ook weer omhoog. Ik hè? vind het ook voor, voor mensen met een kleine beurs. Vind ik het ook aan de hoge kant, eerlijk gezegd. Je weet dat in die formatie van 2012. Niet waar, aanvankelijk was afgesproken dat ik dacht dat de ziektekosten. en dus ook het, het eigen risico. dat dat, uh, laten we zeggen, inkomensafhankelijk uh, zou worden gemaakt. En toen is er zo'n opstand geweest in de VVD en toen is dat teruggedraaid. Ik denk nog steeds dat het ver zou zijn om mij bijvoorbeeld, weet ik veel, 500 euro te laten betalen. En mensen met een kleine beurs ja. beduidend minder. Want het schijnt ook een rem te zijn op doktersbezoek. En mensen vinden het zoveel geld dat ze, dat ze het uh, doktersbezoek uitstellen. Dat vind ik een heel goed punt. Gaan inderdaad niet, blijven te lang rondlopen en dan is ja. het vaak te laat. Ja. Precies. Ja. Dus het is, ja, in mijn idee zou ook hier wel een, een forse correctie mogelijk ja. moeten zijn. En ook nu weer, je hoort nu weer de premies voor het aankomende jaar, dat wordt nu ook rond de besproken, ook dat gaat weer omhoog. En dat blijft jaar omhoog gaan. En dat is natuurlijk voor mensen die, ja, die dat lastig vinden, die dat niet kunnen betalen. Ja, dat die 305 of nou 305 tot 385 heeft, maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen, is dat een hoop geld? Veel geld. En dan heb je ook nog eens een keer je energie. Die je nu ja. meer moet betalen. Dus uh, dat wordt lastig. Ander punt. De, in de volksmond wordt een bitter garnituur ook wel een schaal bruin fruit genoemd. Er zegt JP Heemstede. Oh. Die kende ik niet. Maar bij deze heeft hij ja, dat... Ja, ik heb dat wel eens gehoord. Het ja. lijkt mij een flauwekul, maar goed. Ja. Bruin fruit. Ik vind het eigenlijk een al onsympathieke uitdrukking. Ja, even kijken. Even kijken. Wat hebben we Wat dan? Mijn klachten waren vooral dat, het, dat er veel te weinig bitterballen bij dat garnituur lagen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die jij maar niet wil hebben. Ja. Ja, let maar op, als je ooit tot, dit, deze boel rondgedeeld wordt, dat de bitterballen zijn in no time verdwenen. Ja. En dan liggen die andere dingetjes die blijven liggen. Dan is er iemand die heeft op aangeven van jou op de site 538 gekeken voor de duikheid. die politieke site uit Amerika, niet die radiozender. Vraagt die erbij hoort, waarom is er zo'n groot verschil tussen de Senaat en de uh, House Forecast? In de Senaat zijn de Democraten dik favorieten en in het House. De Republikeinen, zegt Cor van Bavel. Dat klopt, dat is juist. Dat heeft een aantal oorzaken. Al moet, naar ik begrepen heb, moeten we ook die, eh, ook die, die geweldige kansen van de democraten in de Senaat... ...die moeten we ook met een korreltje zout nemen. Eh, vorige keer zaten heel veel voorspellers er fors naast... ...omdat eh, zeg maar de Trump-stem, dus de de stem van de van de boze zwarte, blanke bevolking, die wordt voortdurend onderschat. Omdat die mensen niet, niet als ze opgebeld worden voor een peiling, zeggen van maar op en telefoon dooropgooien. Nou ja, eigenlijk ook de pijlers zien als de mainstream media enzovoort, mensen met wie ze niks te maken willen hebben. Dus je moet dat, we moeten dat nog, we moeten niet de vlag uithangen voordat die ook daadwerkelijk uitgehangen moet worden. Maar goed, in de Senaat is een van de hoofdredenen dat op een aantal, in een aantal staten de Democraten, sorry, de Republikeinen, zulke volstrekt de halve garen gekandideerd hebben. Dat die met vrijwel met aanzienlijke zekerheid zullen verliezen. In, de, in het Huis was het verschil al klein, maar ondertussen is nog weer fijn gejerrimenderd. Waardoor de kansen voor de Republikeinen zijn toegenomen en veel meer Democraten stoppen. Nu met hun huiszetel. Eh, eh, waardoor er weer nieuwe mensen gekozen moeten worden. En dat, er zijn meer democraten die vertrekken dan republikeinen. Dat doe ik zo even uit het hoofd. Het, eh, maar het feit is dat er een, nu een aanzienlijk verschil lijkt te bestaan. Ik was deze week nog met Amerikanen aan het werk in Amsterdam. Die Amsterdam, overigens, fantastisch vinden, natuurlijk. Hè, want vrijheid, uh, red light district, uh, wietlucht. Dat is allemaal fantastisch, maar ook die waren heel kritisch op het politieke landschap, want ze zeiden we schamen ons voor wat daar gebeurt. Terecht. Dus... Uh... Volkomen terecht, laat ik het nog eens zeggen. Ik wil het ook nog wel nog eens een keer uitleggen, één keer per jaar uitleggen. Ja, Amerika is helemaal een democratie. Amerika is een ongelooflijk ondemocratisch land. Ook de besluitvorming is ondemocratisch. De regering doet van alles en nog wat, wat in feite in strijd is met heel eenvoudige. Brede opvattingen die je door opiniepeilingen kunt kennen. Het Hoge Rechtshof is in ultra-rechtse handen geraakt, terwijl de standpunten die het aanhangt en de uitspraken die het gedaan heeft, strij simpelweg strijdig zijn met wat twee derde van de Amerikanen denken. Mm -hmm. Overigens zag ik nu ook weer dat twee derde van de Nederlanders in feite het vluchtelingenbeleid vindt dat het vluchtelingenbeleid terecht is en ja. ethisch verantwoord zit. Waarom altijd de tegenstanders veel meer lawaai maken dan de voorstanders, dat is toch ook wel een bedenkelijke onderneming. Eigenlijk. En ook daar interessant was, als je dat dichtbij woonde, was je positiever dan dat je daar heel ver vandaan woont. Waarschijnlijk omdat je het kent en denkt van het valt allemaal wel mee. Ja, zeker. Dus... Ja. Dit is ook nog wel interessant. Zou Maarten een keer kunnen uitleggen waarom de Natie's rechts zijn? In mijn maatschappijleerboek stond namelijk dat rechts tegen overheidsinmenging en links voor overheidsinmenging is. En volgens de redenering zou de NSDAP dus niet bepaald rechts genoemd kunnen worden. Dat zegt Okke, hoe zit dat? Nou ja, het was NSDAP, een afkorting van Nationaal Socialistische Arbeiderspartij. Dus ja, er zat in het nazisme zeker ook een element En er zat ook bij, zeker Hitler was ook een voorstander van, dat, dat er leuke dingen voor de mensen zouden worden gedaan. Dus vakantie kolonisch georganiseerd, een goedkope radio. Er was ook een volksradio. En dan kwam een volksauto'tje, het volkswagentje, zal ik maar zeggen. Dat is, dat is zonder meer een feit. Was het dus, ja. Tegelijkertijd was het de Nationaal Socialistische Partij, nietwaar? Een extreem nationalistische en gewelddadige partij. En dat domineerde uiteindelijk de toon. Maar, maar waren ze. Kijk, die, deze links-rechts. Tegenstelling, zoals daar geschetst is, wel wat complexer dan dat de ene voor overheidsingrijpen zijn en de andere tegen. Er zijn meerdere zaken die bepalen wat de toon van je partij is. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, ik lees uit de brief dat Okke waarschijnlijk op de middelbare school zit. Want daar heb je maatschappijleer. Het was altijd heel lastig, ook voor, voor leerlingen dan, om te, wat is nou links en wat is nou rechts? Dat was toch vaak ja, wel lastig? Het is ook vaak lastig ja. om te zeggen wat links en rechts is. Ja. 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 Maar in principe is die indeling van links en rechts, waarbij links vindt dat de overheid een belangrijke maatschappelijke rol heeft te spelen op tal van terreinen. Dat is juist. Maar zeker in het geval van het nationaalsocialisme of het Italiaanse fascisme, is, ligt daar een hele laag boven van gewelddadig nationalisme. En je vindt ook bij het huidige populisme is in het algemeen. Nou ja, denk aan Trump. Dat noemen we etnonationalisme. Dat is een heel. Ja, allemaal heel begrijpelijk en uitlegbaar... maar verdomd vervelend voor de juiste beleidsvorming. Weet je nog dat we het hebben gehad over... als je nou achter een vrachtwagen gaat rijden, wat scheelt dat nou? Uh, aan, en scheelt het iets? Ja, Elko de Bruin heeft daar een bericht over gestuurd. Hij zegt, aangezien mijn expertise bij auto's ligt... had ik als aanvulling op die podcast waar dat over gaat uh, het volgende. Met een auto rijden in de slipstream van een vrachtwagen scheelt wel degelijk. Zelf heb ik dit met verschillende auto's geprobeerd. Een Polo uit 2016... Daarbij scheelt het 6 kilometer extra op elke liter benzine. Met een Seat Leon uit 2017 scheelt het 5 kilometer per liter extra. En een Suzuki Swift, daar scheelt het zo'n 4 kilometer per liter extra. Ik hoop dat dit in inzicht geeft, zegt hij. Nou, dan vind ik dat er aanzienlijke effecten zijn te bereiken. Ja. Het nadeel is dat je voortdurend nogal dicht achter een vrachtauto moet blijven rijden op de grote weg. Die maar 80 kilometer per uur rijdt, dus dat... En misschien ook hele vieze uitlaatgassen uitbraakt. Ja, dan heb je hier dat knopje wat je toch in kunt drukken, waardoor dat uh, wel buiten blijft. Oh. Dat zou kunnen. Ik sprak van de week ook een vrachtwagenchauffeur. En die zegt van als je bijvoorbeeld de trajectcontrole inrijdt. Want zij mogen volgens mij 80 hè, met zo'n vrachtwagen. Hij vond het ook absurd dat een Touringcar, die mag dan schijnbaar wel 100 km ja, per uur rijden. Volgens mij ook. Ja. Hij zegt dat snap ik niet. Uh, en uh, die kentekens worden herkend, dus als uh, hij als vrachtwagen er voorbij rijdt, dan ziet dat apparaatje, hé hey, dit is een vrachtwagen, dus 80 is de max. Dus uh, dat is wel interessant, dan wist ik niet dat dat uh, verschil ja, wordt gemaakt. Ja, ik kan hem toch gewoon op cruise control zetten, ja. dat zullen ze in die vrachtauto's ook wel hebben. Ja. Dus dan is de kans ook, wat. Je, je weet dat je, tenminste dat is voor mij zo, zet ik hem niet op cruise control, dan ga ik of net als me iets harder rijden, of, ik, of zachter. Of ik, of ik zak tot 90 of zo. Dus het kost mij moeite om precies op die 100 te blijven hangen. Dus je zet hem op cruise control. Ja. 102, wel zo handig. En uh, dan hoef je, heb je er geen omkijken meer naar. Je krijgt geen slapende voet. Het uh, is alleen in Nederland enorm druk. Wat, waardoor je af en toe moet remmen. En dan uh, is het weer klaar met de cruise control. Dan René Jansen. Die zegt: Mijn vraag aan Maarten gaat over het volgende. Ik vind dat er een verhuur... Verhu... Een juridische uh, invloed van de samenleving plaatsvindt. Juridisering, zoals dat heet. Juridisering, inderdaad. En uh, dit in navolging van wat er gebeurt in de Amerikaanse samenleving. Klopt dit en hoe is dit te stoppen? Dat is deels wel juist, is mijn indruk. En dat ligt eigenlijk aan het feit dat de overheid zich niet houdt aan de taken die aan de overheid gesteld zijn, ook grondwettelijk. Mensen moeten maar eens even kijken. Ik geloof dat zijn die artikelen daar rond, de 22, 23 en daarna, dat weet ik niet. Dacht ik in ieder geval. En, en, waardoor allerlei mensen rechtszaken tegen de overheid beginnen. Neem wat urgenda. Hè, daar wordt al schande van gesproken dat dat gebeurt. Maar ja, waarom zou je niet de, de rechter inzetten. als de overheid zich evident niet houdt aan de afspraken. die hij beweert met de burgers gemaakt te hebben. notabene in zo'n belangrijk document. Als onze grondwet. En dan lijkt het of het probleem gejuridiseerd wordt. Maar het komt eigenlijk omdat de overheid niet doet wat die moet doen. Dat is laatst toch ook weer zo'n zaak. Ook, ook die stikstof die dat, dat loopt. Ja, de overheid stelt dat eindelijk uit. En ja, doet dan weer schijnoplossingen. En nou ja, uh, ja dat, is, dat is incorrect beleid. En dan, dan kan je de rechter inschakelen en zeggen: ja, wacht nou eens even. Maar de overheid is gehouden, bijvoorbeeld al via een aantal grondwetsartikelen, om, om dit uit te voeren. Komt het uit Amerika overgewaaid? Nou, dat weet ik niet. In Amerika is het, is het een ziekte. Amerika heeft meer juristen, geloof ik, dan enig ander land ter wereld per hoofd van de bevolking. Ik geloof dat Japan het minste juristen heeft per hoofd van de bevolking. Uh, je moet natuurlijk, wat in Amerika natuurlijk ook als het bij het minste of geringste beginnen, is in Amerika een rechtszaak tegen elkaar. Wij hebben daar gelukkig de rijdende rechter voor. Kom je ook nog op televisie wel zo leuk natuurlijk. We hebben tegenwoordig zelfs meerdere rijdende rechters, toch of niet? Ja, die ene is naar SBS gegaan, dus dan is er weer een nieuwe bij de NPO. Oh, ik stel voor dat er bij alle omhoepen een rijdende rechter komt. Dat is hartstikke goedkoop. Dat goedkoop. Ze hebben, toch, ze hebben de beuk gezet in een kantoorrechters begreep ik. Ook weer met, met heilloze resultaten. Dus ja, ik, volgens mij valt het wel mee in okay. Nederland. Maar ik weet dat niet helemaal zeker. En dat is het te stoppen? Voordoen. Dat vraagt hij ook. Wat? Is het te stoppen? Nou, zolang de overheid zich niet houdt aan zijn eigen verplichtingen, zullen we wel van die Urgenda-achtige zaken hebben, ja. Omdat natuurlijk heel veel mensen denken, goh, het werkt. Ja, ja. Even kijken, ja... Ik ben tweedejaars student voedingsmiddellentechnologie, zegt deze schrijver. En ik vroeg me af, beste Maarten, wat u het grootste verschil vindt tussen het HBO en de universiteit. Sil de Wit. Tja, ik. Er eh... zijn natuurlijk de, de verhalen die we in de pers hebben gezien over Hogeschool Holland. Nou, dat was bepaald geen reclame voor het HBO-onderwijs, dat deelde niet veel. Dat is toen daar, geloof ik, wel allemaal aangepakt. En voor de rest zijn mijn ervaringen met het verschil tussen HBO en universiteit gebaseerd. op het feit dat mijn zoon aanvankelijk twee jaar HBO gedaan heeft. en daarna toch besloten heeft om universitair eh, te gaan studeren. En omdat ik het wel interessant vond om die boeken eens te bekijken. die mijn zoon had gekregen van die HBO-instellingen. Nou ja, dat de details ben ik vergeten, maar ik dacht, dit stelt bijster weinig voor. In Nederland leidt aan een heel merkwaardig euvel volgens mij. Namelijk dat, dat een behoorlijke middelbare school in Nederland. en de eisen die bij Centraal Schriftelijk Eindexamen gesteld worden. in allerlei opzichten, naar mijn idee, hoger zijn dan de eisen die uh, aan een universitaire. of, of laat staan, uh, HBO-studie worden gesteld. Ik, heb altijd, ik zelf vond het gymnasium een stuk moeilijker. dan ik de studiegeschiedenis vond. Nou, kun je zeggen, ik heb wat meer aanleg voor dat type van. Dat je een boek moet lezen en daar en, en een, beetje, een beetje over na moet denken en zo. Maar, en ik ben geen rekenwonder. Maar ja, ik vond het gymnasium een stuk lastiger. Ik denk, en, en, ik denk, en dan heb ik nog heel serieus gestudeerd. Ik heb hoge cijfers gehaald. Ik was. Ik denk dat je door veel van die ook academische studies. met, met het bekende zesjespatroon. En, en her, her, hoe heet dat nou? Dat je herkansingen, uh, uitreksels die je leent, uh, college dictaten die je overschrijft van je, van je vrienden. Nou ja, kortom, van wat je heel vaak ziet in Nederland, zo'n systematisch systeem, met de kantjes eraf lopen. Nou, dan is het gymnasium inderdaad een stuk moeilijker volgens mij. Nou, weet ik niet hoe moeilijk dat nu is, want dan kun je geloof ik tegenwoordig ook kiezen tussen Griekse, Latijn en. Als je Latijn neemt, dan moet je, hoef je ook alleen aan te wijzen wat één op de kaart ligt. <laughs> nou, dat, misschien, dat, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar eh, ja, ik, ik, het, het niveau laat naar mijn idee te wensen. Hoor. Wordt wel gezegd, HBO is meer op de praktijk gericht. Ja, ik hoop het. Kijk, ik kan natuurlijk niet zeggen over, over technische studies, want daar heb ik helemaal geen verstand van. Of over medische studies in de HBO-richting heb ik ook geen verstand van. Nee. Ik kan alleen niet zeggen over Alfa-Gamma-studies, het soort studies wat ik. Ja. Eh, vond ik de studie geschiedenis in Utrecht, waar ik zelf docent was, moeilijk? Nee. leek me eerlijk gezegd een vrij makkelijke studie. Ja. Maar je hoort ook wel eens van universiteitsstudenten die dan bewust een stage gaan doen. om maar even wat praktijkervaring ook op te kunnen doen. Want dat nou, heb ik... wat ik gezien heb van stages bij geschiedenis. Leek, ik heb altijd gezegd: doe het niet. Hè. Het enige wat er gebeurt is dat je de geraniums water moet geven. en koffie moet zetten op zo'n kantoor dan kun je een stuk beter nog een, een extra tentamen doen. Ja. Studie is studie, hè. geven kun je nog je hele geldransse leven doen, okay. hè, Maar een, een een extra tentamen dat is mooi meegenomen. Oké, okay, laatste vraag. Johan van den Berg. Beste Maarten, klopt het dat in de Tweede Wereldoorlog in Zandvoort een India's SS-regiment heeft gelegen? Dat weet ik absoluut niet. Het zou om Indiërs ja. gaan die zich uh, aangesloten hebben bij Nazi-Duitsland in de ja, Hoop die de Engels. Dat zijn er geweest, dat weet ik ook wel. Ja. Natuurlijk vanuit hun Engels, anti-Engelse gezindheid. Maar of die in Zandvoort zijn, heb ik geen flauw idee. <laughs> ja, dat, ik zie wat meer ook in die, in die brieven die jij me doorstuurt. Ja, daar staat vaak, ik ja, ik dat. Ik, ik zou daar alleen iets zinnigs over kunnen zeggen als ik er een vrij uitgebreid studie van maak. <laughs> ja, schrijft hij schrijft hier ook van, ze zouden zich aangesloten hebben bij Nazi Duitsland die Indiërs in de hoop de Engelsen uit India te kunnen verdrijven. Ja, dat zal wel een rol hebben gespeeld, denk ik. Ja. Overigens zijn de Engelsen natuurlijk na de oorlog vrij kwiek uit India getrokken. Ja. Oké, okay, dit weten we dus niet. Misschien, is, misschien luistert er iemand die hier onderbouwd een antwoord op kan geven. Ja. En wat hebben ze die dan gedaan? Die, die, ja. die Indische naties, dat is wel een vrij interessant, ja. God, wat een tragiek. Ik heb eigenlijk een dilemma voor Maarten. Wat heeft u liever? De Europese Unie knalt uit elkaar of u moet voor de rest van uw leven een korte broek dragen? De live-podcast over Europa. Kun je vanaf nu terugluisteren? Als ik door het dragen van een korte broek voor de rest van mijn leven, dat is niet zo lang meer. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. De euro is een politiek project. De Europese Unie is uiteindelijk een politiek project. Dat het ook grote voordelen heeft en grotendeels economisch ingevuld is, dat doet niet af van het feit. Het is een politiek project.